Waarom is in Nederland nog steeds die vraag, wat is onze schuldvraag? Als ik nu, naar al mijn ervaringen in de Balkan, in de Bosnische oorlog, praat met een gewone Nederlander, dan is het, Dutchbed kon er niks aan doen. Het is allemaal de schuld van de VN en van de Fransen. En wij hebben geen schuld. En dat is niet waar. Chris, wil jij nog even reageren op de... Op dat deel van de beeldvorming dat Ingeborg representeert. Het klinkt heel stom, ik kan er heel kort van afmaken. Ik ben het voor een groot gedeelte gewoon met je eens. Ik denk dat het probleem tweeledig is wat er na Srebrenica gebeurd is. Ten eerste dat we het niet onmiddellijk benoemd hebben. En dat is letterlijk zo, want na afloop van Srebrenica, toen de mensen terugkwamen in Soesterberg, mochten ze met vakantie. En ook Kuzi, generaal Kuzi, die mocht gewoon een maand met vakantie. Was ook een maand lang niet te bereiken trouwens op zijn mobieltelefoon. Terwijl heel het land op zijn kop stond. Want generaal Kuzi had recht op 4 weken vakantie. Wij probeerden hem toen ook te bereiken. Van generaal, heeft u nog een mening, weet je wel? Nee, zijn plaatsvervanger was met vakantie. En de plaatsvervanger was met vakantie. Ja, nou ja, of Sesamstraat, of hoe je dat verder wil noemen. Dat snap ik. Het tweede is denk ik dat wat er gebeurd is dat de aandacht heel erg is komen te liggen. Ten eerste was een binnenlands proces. Hè. Wij wilden helemaal niets te maken met wat verder in Srebrenica in het buitenland gebeurde. Dat was heel sterk een introvert fenomeen. Wij moesten er echt als Nederland mee klaarkomen. En dat is nog steeds niet gelukt, denk ik. En de aandacht is daarbij vooral komen te liggen op de procesmatige kant. Dus op de commissies, op de evaluaties. Ik weet nog heel goed dat toen het NIOT-rapport uitkwam... dat was een soort, ja, ik zei het er straks al, dat was een soort wedstrijd. Van wie komt er goed uit, wie komt er slecht uit, wie wordt gerehabiliteerd. Ik herinner me nog heel goed de toespraak van minister Kamp als minister van Defensie. Die zei, ik heb hoogste waardering voor u Dutchbatters en u bent nu eindelijk officieel gerehabiliteerd. Wat bij mij onmiddellijk de vraag opriep, hoezo moest er worden gerehabiliteerd dan? Dat is een logische volgvraag dan. Maar blijkbaar was het algemene gevoel dat Defensie iets moest goedmaken richting Dutchbat. En die Dutchbatters... Die pikte dat niet. Die hadden zoiets van, ja, daar kom je nu mee. Was daar 7 jaar geleden mee gekomen. Ik ben ook, lees mijn proefschrift nog maar even, zou ik zeggen. Dat ligt nog voor een belachelijk lage prijs in de boekhandel, mocht u daar interesse in hebben. Ja, nu wel in de... Nee. Niet bij selecties, maar dat mocht nu ook slechter, begrijp ik. Dus dat is ook niet zo goed. Maar op een bepaald moment zie je dat het kabinet Kok aftreedt. In 2003. In 2002, sorry. Dat is 7 jaar na dato. Om dezelfde redenen die ook in 1995 al te bedenken waren geweest. Er is niks aan toegevoegd. En ik denk dat dat wel aardig aangeeft. Dat ene al, en dat Kok daarbij ook zegt van... ik neem geen schuld op me. Nederland neemt geen schuld op zich. Er mag ook niet gejuridiseerd worden. Maar ik neem als Kok en als Nederland neem ik een stukje verantwoordelijkheid. Ja, en ik denk dat daar het probleem ligt. Ja. Wie mag ik hierna? Ik hou eigenlijk meer van vragen.